Het zijn interessante tijden voor crypto. We hebben de afgelopen paar maanden al een flinke stijging gezien. Maar ook dit weekend nog hebben we zelfs een correctie gezien. Die nu ook alweer een beetje gecorrigeerd is. En misschien heb je ook wel interesse gekregen om te investeren in crypto. Maar wil je dat liever doen via je broker zoals de Giro? Nou, in deze video wil ik je een paar opties geven. Wil ik een paar opties bespreken om in crypto te investeren via de Giro. Dus laten we snel beginnen. Kijk naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. In deze video gaan we aandelen en crypto combineren. Want je kunt niet uh, direct in crypto investeren via de Giro. Maar je kunt dat wel indirect doen via bijvoorbeeld ETN's, ETF's of aandelen van bedrijven die winst halen uit crypto. Voordat we daaraan beginnen wil ik je vragen om even een duimpje omhoog te geven om deze video en het kanaal te helpen. Het is een kleine moeite, maar het helpt zeker. Dan gaan we nu beginnen met het eerste, eerste optie eigenlijk die je hebt en dat zijn ETN's. Een paar maanden geleden heb ik al een ETN van Eck van besproken. Via die ETN was het mogelijk om in Bitcoin te investeren. Maar sinds kort hebben ze ook een nieuwe ETN waardoor het mogelijk is om in Ethereum te investeren. En nu denk je misschien ETN, waar staat dat voor? Nou, ETN staat voor Exchange Traded Note. En op de website van de Giro vinden we wat meer uitleg. Exchange Traded Notes zijn vrij onbekende producten. Ze zijn in 2006 ontwikkeld door de bank Barclays. Hun doel is om het voor particuliere beleggers gemakkelijker te maken om te beleggen in moeilijk toegankelijke producten. ETN's zijn ontworpen om het totale rendement van een onderliggende marktindex of andere benchmark te volgen. En in de zinnen daarna lees je nog dat het vaak niet wordt gedekt door een onderpand. Maar dat is in het geval van de producten van VanEck wel het geval. En kijken we naar die producten, bijvoorbeeld de VanEck Bitcoin ETN. Hier zie je ziet ook direct toegang tot de grootste en meest liquide cryptovaluta, Bitcoin, dus. 100% gedekt door Bitcoins opgeslagen in een cold storage. En bij het profiel, daar zien we dan bijvoorbeeld de lopende kosten van 1%, wat wat hoger is dan normaal bij ETF's, bijvoorbeeld. Maar het is wel weer een ideaal product als je niet bekend bent met crypto exchanges en cold storage en misschien iets meer zekerheid of misschien alles juist bij één broker wilt houden. Het wordt aangeboden via de Duitse Cetra beurs, dat betekent dat dat 4 euro transactiekosten zijn. Dus mocht je dit soort dingen, dit soort producten kopen, zorg dan dat je wat grotere bedragen inlegt zodat de kosten procentueel weer wat lager zijn. En kijken we ten slotte naar de samenstelling zoals je misschien wel verwacht. Uh, zien we dat het 100% uh, in Bitcoin is geïnvesteerd? En laten we dan ook even de Ethereum ETN bekijken. Want naast de Bitcoin ETN biedt van X sinds kort, volgens mij sinds vorige maand, een Ethereum ETN aan. Uh, het geeft denk ik ook maar weer aan hoe populair crypto op dit moment is. Want. Van echt gaat natuurlijk wel kijken waar is de markt naar op zoek Of de markt laat misschien zelfs wel weten aan, aan aanbieders: van, van hebben jullie ook een product wat hierop inspeelt? Nou, hier komen eigenlijk dezelfde informatie en kosten tegen. Die we ook bij de Bitcoin-ETN tegenkwamen. Alleen waar dan eerst Bitcoin stond, staat dan nu Ethereum. En dit zijn dus manieren om direct Bitcoin of Ethereum te kopen via je broker. Bijvoorbeeld dus de Giro. Want de Giro is de broker die ik gebruik voor mijn aandelen. Net zoals 1 miljoen andere klanten trouwens en ook heel veel van mijn volgers. Via de link onder de video kun je gratis een account openen bij de Giro. Je helpt daarmee ook het kanaal waardoor ik ook in de toekomst dit soort video's kan blijven maken. En wil je nou echt crypto kopen? Want zelf koop ik mijn bitcoins niet via een broker. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Bitfavo of CoinMurse. Beide zijn Nederlandse aanbieders en helemaal gericht op cryptocurrencies. Ze verschillen beide in het aanbod en de kosten. Dus kijk even welke het beste bij je past. En ook hiervan vind je links naar beide brokers of beide aanbieders moet ik zeggen onder de video. Gaan we dan door met de volgende optie en dat zijn ETF's en inverse ETF's. En er zijn namelijk al ETF's die zich richten op Bitcoin of op blockchain. Ik heb ze op dit moment nog niet kunnen vinden in het aanbod van de Giro. Dat zou misschien binnenkort kunnen veranderen. En ook de, sinds vorige week is er een inverse ETF. Die gaat dus eigenlijk wordt meer waard op het moment dat de koers van Bitcoin daalt. Dus misschien ben jij niet zo'n geloof. Geloof jij niet zo in Bitcoin? Kun je profiteren van een daling? En ook voor dit product geldt: het is al wel beschikbaar in de markt, maar nog niet via de Giro. En toch wil ik het op, ja, even kort in deze video bespreken, want misschien maak jij niet gebruik van de Giro, maar van een andere broker waar het product toevallig al wel beschikbaar is. Of misschien komt de Giro binnenkort wel met ja, dit product in hun aanbod. Nou, dan weet je in ieder geval dat deze producten er wel zijn. Misschien kun je er juist ook om gaan vragen bij je broker. Um, en dan komt het er misschien wel sneller. Om die reden dus dat ik het toch even benoem, gaan we door naar de volgende optie en dat zijn aandelen van cryptobedrijven. Want vorige week is Coinbase naar de beurs gegaan, een beursgang die veel in het nieuws is geweest. Waar veel van werd verwacht en die misschien een beetje is tegengevallen. Het opende op 250 dollar, schoot omhoog naar 420, maar daalde later ook weer naar 330, 340, waar die nu dus ongeveer zit. Nou, Coinbase is een crypto-exchange. Het verdient dus geld met het aanbieden van de handel eigenlijk in crypto. Zij maken die handel mogelijk. Coinbase is nu het grootste beursgenoteerde bedrijf. Want er zijn ook zeker andere exchanges, denk bijvoorbeeld aan Kraken of Kraken of weet ik hoe je het noemt, of Binance. Maar die zijn nog niet beursgenoteerd. En ik zeg nog niet, want ik denk dat de kans dat ze genoteerd gaan worden aan de beurs, dat ze dus een beurs gaan krijgen, dat die wel groter wordt. Ik geloof, ik zijn al geruchten erover, maar ja, nu het succes van Coinbase ligt het voor de hand dat deze bedrijven misschien daar ook wel van willen profiteren. Zeker nu crypto ja, echt wel populair is. Maar Coinbase is niet het enige beursgenoteerde bedrijf. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Voyager Digital, maar dat bedrijf is vele malen kleiner dan Coinbase. Ik geloof 600 keer kleiner qua omzet. Je hebt ook Riot Blockchain, een bitcoin miner, en ook die is beursgenoteerd. En een andere miner is bijvoorbeeld Bit Digital. En zo zie je dus dat er behoorlijk wat ja, al bedrijven zijn beursgenoteerd, waar je gebruik van kunt maken, dus aandelen kunt kopen. Bedrijven die een hele omzet of een hele winst in ieder geval halen uit de crypto-industrie. Ik denk dat dit maar een klein begin is. Ik denk dat er de komende tijd ook nog meer bedrijven zullen gaan volgen die beursgenoteerd zijn, die hiermee bezig zijn. Het is wel even opletten bij dit soort bedrijven, zeker bij de kleinere bedrijven. Het zijn er wat meer hype-aandelen. Het kan in één keer heel erg snel gaan wanneer een. Bepaald bedrijf heel vaak wordt behandeld in het nieuws op YouTube noemen we het erop, kan dan nou ook weer heel snel misgaan, heel veel waarde verliezen. Dus let er wel goed op, maar ik wil ze toch even bespreken. En weet je nog meer aandelen van bedrijven zoals deze? Laat dat dan weten in de reacties onder deze video. En onder deze video vind je trouwens ook de knop om een duimpje omhoog te geven. Of als je meer video's wilt zien maar nog niet geabonneerd bent, klik dan op het abonneerknopje zodat je nooit meer een video in de toekomst mist. Gaan we door naar het laatste onderwerp van deze video. En dat zijn bedrijven met crypto op de balans. Want je ziet de laatste zes maanden ongeveer steeds meer bedrijven komen die een gedeelte van hun cash omzetten in crypto en dat dus op de balans hebben staan. Dit zijn bedrijven met veel geld. Um, ze zien misschien, uh, ja, het spaargeld levert misschien te weinig op. Ze zien misschien grotere kansen, meer rendement in crypto en om die reden gaan ze een gedeelte van hun cash zetten ze dan om. Kopen ze crypto van en hebben ze dus eigenlijk gewoon crypto op de balans staan. De grootste naam die dit doet is natuurlijk Tesla. Eerder dit jaar kochten zij voor anderhalf miljard dollar aan Bitcoin. Dat was op dat moment 8% van de cash die ze hadden. En drie dagen geleden zag ik nog een bericht dat ze dus inmiddels 1 miljard in de plus staan op die inleg van anderhalf miljard. Maar dat is zoals gezegd wel net voor die correctie. Een ander bedrijf dat heel bekend is geworden door hun crypto op de balans, is MicroStrategy. Een softwarebedrijf waarvan de CEO dacht dat ze geld beter in bitcoin konden stoppen dan op de bank zetten. Nou, ook dat bleek een goede zet. Zij waren nog eerder dan Tesla. Elon Musk heeft zelfs nog gevraagd aan de CEO van hoe hebben jullie dat? Gedaan is dat geen probleem bij grote bedragen. Volgens mij hebben ze toen nog contact gehad. En vervolgens heeft Elon Musk of Tesla dus ook bitcoin gekocht. En het is niet heel gek om te gaan denken dat meer bedrijven dit gaan doen. In de komende maanden, de komende jaren waarschijnlijk zeker. Want bedrijven, zeker de bedrijven met veel geld. Die zijn altijd op zoek naar ja... Of het geld ook wat op kan leveren. Zoals gezegd, op een bankrekening levert het niks op. Kost misschien zelfs wel geld. Zeker bij dit soort grote bedragen. Zullen hun het misschien niet meteen op een bankrekening zetten. Maar wel altijd op zoek gaan naar meer rendement. Nou, het zijn misschien ook wel de bedrijven die vaak bezig zijn met technologie. Geloven dus in crypto. Op de korte termijn, maar zeker ook, denk ik, op de lange termijn. En op die reden dat ze daarom misschien ook wel wat risico durven nemen. In de hoop ook wat rendement hierop te kunnen maken. Maar wat wel heel belangrijk is, dus risico. Want. Dus Houd er zeker rekening mee met dit soort beleggingen. Als je bezig bent met cryptocurrencies, er is gewoon meer risico mee gepaard dan met ETF's of aandelen misschien wel. Behandel het dus ook als een investering met een zeer hoog risico. Um, ja, dat houdt eigenlijk in dat je altijd maar een klein percentage van je vermogen. In dit soort investeringen wil doen, zelf zou ik een beetje uitgaan van maximaal 5%. Dat is bij mij op dit moment niet. De waarde is meer dan 5%, maar mijn inleg is dan weer een stuk lager geweest. Maar het is wel heel belangrijk om in ieder geval dat risico goed ja, in de gaten te houden. Goed van bewust te zijn. En uh, misschien kun je dan op deze manier toch al meedoen met crypto. Uh, heb je niet de FOMO dat je in ieder geval niet meedoet? Mocht het dan ja, hard gaan stijgen, dan kun je wel profiteren van het rendement. Mocht het nou helemaal misgaan, dan is het weer niet zo heel erg. Want het is maar een klein gedeelte van je vermogen, dus je gaat er niet te veel onder lijden. En dat waren dan de verschillende opties die je nu hebt om via een broker toch in crypto te investeren? Vaak gaat het dan om Bitcoin en om Ethereum. De twee grote en ik denk ook wel de iets wat meer stabielere, zeker degene op lange termijn. Er zijn dus ja, het is wel wat indirecter dan wanneer je bijvoorbeeld via een crypto exchange gaat. Maar de mogelijkheden om het te doen via een broker zijn er zeker. En alle links naar de brokers, naar andere aanbieders of deze producten die ik benoemd heb, zal ik ook wederom onder de video plaatsen. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Heb je nog, nog tips, feedback of andere. Reacties die je achter wil laten, doe dan ook zeker onder de video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Want zoals gezegd, dat helpt het kanaal ook zeker. En ik weet welke video's jullie interessant vinden. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.